De DF-001G is de boorschroefmachine en de HP-001G de klopboorschroefmachine. Het verschil is dat je met de klopboorschroefmachine ook in steen kunt boren. Verder zijn ze gelijk aan elkaar. Beide behoren toe aan het 40 Volt Max XGT-platform. Ik heb beide modellen voorzien van de BL4025 accu. Uiteraard past ook de BL4040 accu. Deze zorgt ervoor dat je langer op één volle acculading kunt werken. Maar vanwege het gewicht geef ik persoonlijk de voorkeur aan de BL4025. Als ik deze machines vergelijk met vergelijkbare 18 volt LXT modellen, dan valt meteen op dat ze iets compacter zijn. Dat komt omdat ze voorzien zijn van een elektrische slipkoppeling in plaats van een mechanische. Daardoor is de tandwielset korter en dat scheelt aanzienlijk. De elektrische slipkoppeling is digitaal instelbaar via een wiel op de voet van de machine. Door op de knop ernaast te drukken activeer je deze en kun je met het wiel de slipkoppeling hoger of lager zetten. Wanneer de juiste stand is gekozen kun je met de knop het wiel weer deactiveren. Dan kan de instelling ook niet ongewild veranderen. Je kunt alleen in de schroefstand de slipkoppeling instellen. In de boorstand is dit niet mogelijk. Als de machine op de boorstand staat is er in feite net zoals bij andere boorschroefmachines geen slipkoppeling om je polsen te beschermen. Daarom adviseren wij ook altijd met de zijhandgreep te werken. Alleen op die manier kun je de weerstand die wordt opgebouwd tijdens boren of schroeven onder controle houden. Maar voor extra veiligheid is er een technologie aan deze machines toegevoegd. AFT, wat staat voor Active Feedback Technology. Als tijdens het werken met de machine er een plotselinge kickback optreedt, dan stopt de motor direct met draaien. Dat maakt deze modellen een stuk veiliger. Verder zijn ook deze machines voorzien van twee mechanische toeren en een 13 mm snelspanboorkop. Wat betreft de schroef- en boorcapaciteiten, schroeven zonder voorboren tot 10 x 90 mm. Maar afhankelijk van de houtsoort en de diameter van de schroef kun je wel iets verder gaan. Boren met een houtspiraalboor in hout tot 20 mm. Boren met een speedboor in hout tot 35 mm. Boren met de slangenboor in hout tot 50 mm. Ik gebruik er hier een van 32 mm omdat ik er helaas geen van 50 mm heb. Boren met de cilinderkopboor of vornsterboor in hout tot 76 mm. Boren met de gatzaag in hout tot 152 mm. Boren in metaal tot 20 mm. Ik gebruik er hier een van 13 mm. En boren in steen met de klopboorschroefmachine tot 20 mm. In vergelijk met de klopboor- en boorschroefmachine in ons huidige assortiment zijn deze twee het sterkst. De bewerkingen die je hiermee kunt doen zijn veruit het grootst. Als het ook is wat jij dagelijks tijdens jouw werkzaamheden tegenkomt, dan is één van deze twee het meest geschikt.